Hi, welkom bij Ondernemen met Impact, leiderschapslessen van een ondernemer met een missie. Mijn naam is Arco van Brakel en vandaag heb ik 4 tips voor je voor het bouwen van een super klantgerichte organisatie. Want impact op de klant is eigenlijk de heilige graal van iedere ondernemer. Alle neuzen dezelfde kant op, iedereen voor hetzelfde doel en alles over hebben voor de klant. Dat zijn mooie uitspraken, maar weinig ondernemers en weinig organisaties weten het echt voor elkaar te krijgen. Toch is het wel degelijk mogelijk om een organisatie of een team te bouwen waarbij iedereen werkelijk eigenaarschap neemt voor de klant, welke functie die ook heeft. En vandaag gaan we kijken hoe dat moet. Tip 1. Ben je de leider of ondernemer in je eigen organisatie, vermijd dan te veel autoritair gedrag. Want je wilt ruimte geven voor mensen om eigenaarschap te nemen voor de klant en verantwoordelijkheid te nemen voor alles wat met de klant te maken heeft. Eigenlijk is het een hele eenvoudige redenering dat als alle neuzen van al jouw teamleden gericht zijn naar de baas, dan staat iedereen met zijn kont naar de klant. Tip 2. Vermijd te veel KPI's en doelstellingen. Formuleer maximaal 5 doelstellingen die iedereen kent en waar iedereen achter staat. En maak klanttevredenheid tot een topprioriteit. Het is heel eenvoudig. Als iedereen aandacht geeft aan de klant en aan klanttevredenheid, dan zal dat zeker tot resultaten leiden. Tip 3. Werk aan een cultuur waarbij iedereen in de organisatie, wat hij ook doet, verantwoordelijkheid neemt en eigenaarschap neemt voor de klant. Dus van productie tot verkoop, van administratie tot directie, van aandeelhouders tot zelfs de leveranciers. Als iedereen hetzelfde doel heeft, namelijk die klant maximaal bedienen, dan krijg je een onverslaanbare organisatie. Bij Semco-stijl noemen we dat Extreme Stakeholder Alignment. Als je ook nog eens een keer zorgt dat die cultuur overdraagbaar wordt, zodat ook nieuwkomers onmiddellijk weten wat ze moeten doen, dan wordt je bedrijf totaal onverslaanbaar. Tip 4. Neem de tijd om je klant echt te leren kennen. Besteed aandacht aan de klant en denk je in welke klant het allerbeste bij jouw bedrijf past, welke klant je het liefste zou willen hebben. Formuleer persona's van de klant, dat je weet wat voor soort mensen het zijn, zodat het makkelijker is voor iedereen om zich in te leven in de klant. En denk heel goed na over de klantreis en hoe je daarop zou kunnen inzoomen als bedrijf. De klant zal ontdekken dat je oprechte intenties hebt, dat je echt hebt ingeleefd in hem. En dat levert relaties op voor het leven. En ook dat is ondernemen met impact.